Ga je naar het Oktoberfeest? Ja, 3 dagen zelfs. Wat is er zo leuk aan dan? De sfeer, de gezelligheid, de muziek, gewoon de entourage, alles. Ik heb toevallig net een lederhoze gekocht, dus. Oh. U bent er helemaal klaar voor? Ja, helemaal klaar voor. Op zijn Duits, ja. Met de vette worsten en de bier. Oktoberfest. En dat is leuk. Ja. Als je van bier houdt wel. En van vette worst. Maar het is gezellig op zich. Daar heb je de worst en het bier niet voor nodig. Hier staan we dan. Op de wiezen. In onze grote Oktoberfest tent. Hier gaan de komende dagen gaan hier een dikke 7000 mensen volledig uit hun dak. Grote liter pullen bier. Iedereen Duits gekleed. Eén groot Bayerisch feest. Alles hier. In Raamsdonk sfeer op de wiezen. Oktoberfest, dat heb ik in Duitsland meegemaakt hier. Ja, dat vond ik super. Ja. Ja. En ben je dan ook verkleed? Ja, ja, jawel, dat hoort bij, hè. Als deerne? Ja, pak je aan. Ja, helemaal zoals het hoort. Ja, dan zijn dit de trachtendirndeels die gedragen worden door de dames op het festival van Oktoberfesten. En voor de heren hebben we natuurlijk de lederhozen. Dit is dan toevallig een lange versie. Die wordt gedragen met een geblokte blouse. En hoe gaat het met de verkoop? Ja, prima. We zijn er bijna doorheen. In december zijn we de kaartverkoop gestart en 1 weekendtijd volledig uitverkocht. Ja, het is dus heel populair, het Oktoberfest. Hoe komt dat? We doen dit nu voor de 3e keer. We hebben 2 keer kwaliteit weggezet en daardoor is het iedereen wil erbij zijn. Waarom? Ja, het is uniek denk ik in zijn beleving. Mensen hebben gewoon zin in een echt goed feest, wat van A tot Z top geregeld is. En dat trachten we hier te doen. We hebben hier een paar regels, niet veel. Je mag bij ons niet op de tafel staan, maar juist wel op de banken. Je mag niet aan onze vrijwilligers aan de bediening komen. En je mag zoveel toast als je wil, maar je mag je glas niet kapot maken. Kun je niet vergelijken met carnaval. De sfeer op zo'n festival is totaal anders. Het is veel meer één geheel. Ook al ben je geen liefhebber van de muziek. Je zit er helemaal in op het moment dat je binnenstapt. We hebben geen bars voor de schermen, maar achter de schermen. Dus je krijgt een hele... Uiteindelijk is het totaal anders als carnaval. Het einde is wel hetzelfde. Het wordt natuurlijk één groot feest. Dat is ook de doelstelling. En veel bier drinken. Heel veel bier drinken. Ook dat is hetzelfde als carnaval. Alleen dit keer uit literpullen. En nu kunnen we dat toch natuurlijk officieel beginnen. Het vet is aangeslagen. Ik zou zeggen...